loonontvangst heb je volgens mij nog nooit gehad. Ik schrok er zelfs van toen ik binnenkwam. Dus dat, ik was op weg naar Alkmaar. Ja. Dat is goed mislukt. Ja, ja, klopt, ja. Precies. Ja. Potverdorie. Maar je bent ook de eerste die tijd heeft gekregen om zich om te kleden. Dus... Ja, ja, ja. Is gelukt. Goed. Ed. Colinda. Waar is Colinda? Oh, daar is maar ik richt me tot jou, Ed. Mijn tekst vraagt zich dan af of het een verrassing was. Maar dat slaan we dan nu maar op. Over. maar ik ben blij om er vandaag te zijn. Als burgemeester met Amstketen en met muziek. Nou. Ja, want het is feest vandaag. Lintjesregen. Maar dat had je wel vermoed nu, hè, denk ik. Nou ja, een klein beetje wel. Ja, ja, ja. Het is een dag waarop speciale inwoners in het oranjezonnetje worden gezet. Mensen die de handen uit de mouwen steken en die zich langdurig inzetten voor de samenleving. En van daaruit licht ik mijn komst graag toe. Raadslid Els van den Bos heeft jou genomineerd voor een lintje. En hiervoor informatie met ons gedeeld over jouw activiteiten. Te beginnen met het vrijwilligerswerk voor voetbalvereniging Wermershoof. Ook wel bekend als VVW. Een club met 350 leden. Je bent 16 jaar lang actief en betrokken. 8 jaar als trainer en begeleider. 3 jaar in de technische commissie en vanaf 2009 scheidsrechter. En sinds 2014 begeleider van jeugdscheidsrechters. En al sinds 2006 de adviseur en aanspreekpunt van VVW richting de gemeente. Een van de onmisbare schakels. Je bent lid van de muziekvereniging Sint-Cecilia Wervershoof. En sinds 2021 ook de voorzitter van deze club muzikanten. In 1977 was je jeugdlid. Dat was een tijd geleden. Ja. Maar ben je gestopt? Ben ik altijd wel. Ja. In 2016 werd je opnieuw lid van Cecilia. En als ik het goed heb, speel je trompet. Ja. En in 2020 werd je voorzitter van de Stichting Vrienden van Cecilia. Zonder mensen zoals Ed zou er geen amateurverenigingsleven in het dorp mogelijk zijn. Al vanaf je jonge jeugd zet jij je in voor de samenleving op allerlei gebieden. En voor jouw grote en langdurige inzet heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om jou, Eduardus Wilhelmusmeester, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jezus. Van harte gefeliciteerd. Wat een eer. Karakter van West-Friese staat in het algemeen bekend. Als eigen was maar ook een beetje schuchter. Als kat uit bomen kuikerig, als zielig en content. Als humoristisch, maar vooral als nuchter. Ze lopen direct niet uit voor die elkaar. Dit is een van de laatste daden die je moet doen als waarnemend burgemeester. Nee, helemaal niet. Want ik ben nog waarnemend burgemeester tot en met september. Maar wat betreft de lintjesregen wel. Ja, het is nu lintjesregen, dat klopt. En, dus ja, dat hoort er op dit moment gewoon bij. Ja. Hoeveel heeft u? We zijn vanmorgen om 8:15 begonnen. Ja, om 9:00. We zijn inderdaad vroeg begonnen en we zijn tot 1:00 of 4:00 bezig vandaag. Ja. Hoeveel lintjes moet u uitreiken? Wat is de hoogste onderscheiding? Het zijn vandaag allemaal leden in de Orde van Oranje Nassau. En hoeveel zijn het er? Het zijn er 10, ja. Erg veel voor de gemeente Medemblik. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet, omdat ik het vorig jaar nog niet deed. Maar ik vind het wel een mooi gemiddelde, zo een stuk of 10. En dus dat zijn er wel 10 mensen met mooie verhalen die zich enorm hebben ingezet voor de gemeente. Dus ze verdienen ook echt een lintje. Het is meestal tussen de 70 en de 80 jaar. 49 is wel erg jong. Maar leeftijd moet er uiteindelijk niet toe doen. Het gaat om de inzet die je doet voor de samenleving. Wordt VVW kampioen? Ik hoop het wel. Er moet nog wel wat gebeuren, maar ik hoop het wel. Maar je bent zelf vandaag wel kampioen. Ja, ja, inderdaad. Jeetje, wat een eer. Niet verwacht. Ja, wie verwacht dit nou? Dat... 49 jaar, je bent een van de jongsten. Nou ja, dat zegt u wat, ja. Ja, ik heb nog een tijdje te gaan, hoop ik. En eind van het jaar word ik 50. Ja. VVW, Cecilia, ja. AED, dus de bedrijfshulpverlening, hè?
Ja, dat klopt. Dan krijgen ze een lintje en dan wordt er een toespraakje gehouden. En dan wordt er gesproken over een café. Wat was met dat café aan de hand? Ja, dat is een lang verhaal. Maar dat was een café, dat is er inmiddels niet meer. En dat werd toen, daar zou een feest gegeven worden ter gelegenheid van Valentijnsdag. En daar zou een toplesbediening zijn. En dat was nogal een beetje controversieel in Andijk. Met name in Andijk, want daar heb je nog wel een beetje wat gereformeerd of protestantse inslag. Mensen, bedoel ik dan, die daar tegen ageerden. En die vonden dat ik mij als fractievoorzitter van het CDA hard moest uitspreken tegen het topless bedienen tijdens een Valentijnsdagfeestje. Nou, daar heb ik van gezegd, dat ga ik niet doen. Ik laat mij dat niet aanleunen, zulke uitspraken, want daar sta ik totaal niet achter. En toen heb ik gezegd van joh, het is uiteindelijk ieders vrije keuze om naar het café te gaan, wel of niet. Ja, en dat was wat er gebeurd was toen. Trompet, drie ventielen, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, nee, leuk instrument. Vroeger altijd gedaan, de hele tijd ertussenuit geweest. En, is dat het belangrijkste instrument van een fanfare? Nou, dat is niet helemaal waar, want dat is de bugel. Maar de trompet is een goede tweede, zeg maar. En wel vaak melodie, dus dat klopt inderdaad. En het is natuurlijk een dominant instrument in een fanfarekorps. Ja, ja. Ik ben er waai wel voor te poren. Ik ben er waai toch niets te luchten voor. Ik ken je stinkend ruik van morgen.